van een tijdperk. Maar ja, dat is om de 20 jaar zo ongeveer zo bij Porsche. Hè? Want in de jaren 90 stapten ze af van de luchtkoeling met het watergekoelde motoren. En hoewel ze natuurlijk best wel veel turbo's al hadden, is het toch voor het eerst dat zeg maar de hele range van de 911 een turboblok dreigt te krijgen. Ik weet natuurlijk nog niet, hè? Porsche heeft er nog niks over gezegd of de GT3 of de GT3 RS misschien nog wel een atmosferisch blok houden, maar de normale Carrera en de Carrera S, die hebben tegenwoordig een 3 liter grote biturbo boxer 6 cilinder. Gelukkig nog wel een boxer 6 cilinder, want anders was het helemaal heilig schennis. Nou, dat betekent dat we deze test eigenlijk maar één ding moeten gaan beluisteren, of het wel een beetje leuk klinkt. Toch vind ik het typerend Porsche en ik mag dat zeggen, want ik heb natuurlijk net met Casper, die video hebben jullie allemaal gezien, 8 Porsche RS modellen gereden. Ja, en daar zat natuurlijk van alles tussen, zeg maar uit de jaren 70, de jaren 80 trouwens niet, de jaren 90, luchtkoelers en allemaal waterkokers, om het maar even die onrespectvolle termen ervoor te gebruiken. Ja, ze klinken eigenlijk gewoon allemaal anders. Zo simpel is het. Dus je kunt er heel erg over gaan. Dus het is van, oh no, turbo's, dit is helemaal niks meer. En nu geef mij maar een luchtgekoelde 911. Maar eigenlijk is het onzin, want ze klinken gewoon allemaal anders. Het is absoluut minder luid geworden. Ja, ik vind dat moeilijk te beoordelen. Het is ook lang geleden dat ik een standaard 911 Carrera S heb gereden. Maar je hebt natuurlijk gewoon 2 turbo's die het geluid dempen. Maar die turbo's voegen ook gewoon weer wat toe. Hè. Je hoort ze gewoon sissen, afblazen. Het heeft echt wel wat. En het is nog steeds zo'n kenmerkend boxer 6-cilinder geluid. Heel, luister maar. En wat gewoon heel goed is wat Porsche heeft gedaan. Het blok mag gewoon 7500 toeren draaien. Je merkt wel zo richting die redline. En zeg maar in een standaard Carrera S. Dan, ja, weet je, dan blijft die zeg maar power geven. Hier vlakt het een heel klein beetje af. Maar het zijn maar details. En wat natuurlijk niet onbelangrijk is. Dat je gewoon veel meer koppel hebt. Hè. En dus het rijdt ook veel makkelijker. En het is ook echt wel een bakje sneller geworden. PK-winst valt nog wel mee. 420 pk voor de Carrera S en de Carrera 70 pk. Maar newtonmeters 500 stuks. En dat is ook gewoon weer zo'n mooi plateau. Vanaf even uit mijn hoofd 1700 toeren en tot 5000 toeren. Het blok blijft echt wel zijn kracht geven. En is hij snel? Ja, hij is heel snel. Porsche stelt heel trots in het persbericht. Dit is de eerste Carrera, 911 Carrera, die dan onder de 4 seconden naar de 100 sprint. Maar er zijn ook turbo's en dat soort dingen, die doen dat ook allemaal. Maar het is zo, als je een Carrera S hebt met PDK en het Sport Plus pakket, en dan krijg je launch control, en dan als je hem als coupé kiest, dan gaat hij in 3,9 seconden naar de 100. Is gewoon ietsje langzamer, de handbak is ietsje langzamer. Als je het Sport Plus of Sport Gewone pakket kiest, dan is het weer ietsje sneller. Nou, noem het dan maar op. Dus het varieert gewoon tussen de 3,9 en de 4,8 seconden, geloof ik. Ah, heel erg rap. Topsnelheid. Als je de snelste kiest, dat is een handbak. 308 km per uur. Deze cabrio haalt slechts 306 km per uur. En oh mijn god, wat is deze 911 toch gewoon weer lekkerder dan de vorige 991. En deze moeten we eigenlijk aanduiden met de 991.2. Dat is de facelift. Nou, de uiterlijke verschillen die zijn eigenlijk behoorlijk beperkt. Dus als je heel goed kijkt in de voorkant, zie je naar een soort vliegtuigvorm. Grotere koelopeningen. Een turbomotor heeft gewoon meer koeling nodig. Ook het zwarte rooster achterop. Dat heeft van die verticale lamellen. Dat is bedoeld om de intercoolers van lucht te voorzien. En dan, die lucht gaat natuurlijk weer door naar de turbo. En dat zorgt voor pk's. Hoe
ver Porsche gaat is ook te zien aan de actieve aerodynamica. Die grotere luchtgaten bijvoorbeeld in de voorbumper, die kunnen met 3 louvres dicht worden gezet. Dat is niks nieuws. En vanaf 15 km per uur dan worden ze in principe gesloten, daaronder geopend. En als er meer behoefte is aan koeling, dan gaan ze uiteraard ook weer open. Ook de achterspoiler is variabel verstelbaar. Dus die angle of attack hangt af van hoeveel lucht heeft de motor nodig. En zijn die louvres voor dus dicht. En of het schuifdak dus ook dicht is of juist open. En het cabriodak dus ook. Verder ook wat technologie gewoon weer geüpdate. Ja, veiligheidsfeatures. Boring gaan we het niet over hebben. Navigatiesysteem vind ik bij Porsche sowieso altijd goed. Nu groter geworden. Ook werkt ook gewoon weer. Apple CarPlay, online dingen erbij. Nou ja, dan, weet je, daar koop je ook weer een 911 niet voor. Ik bedoel, het vorige navigatiesysteem was echt prima. Deze is verder ook heel erg prima. Maar een andere belangrijke toevoeging is achterwielbesturing. Dat is optioneel. Deze heeft het en het is geniaal. Sowieso qua sturen. Het voelt zeg maar zo. Ja, er is dat Engelse woord. Ik heb het vaak gebruikt. Ik weet het. Ik moet eens een keer vertalen. Plant het. Je kunt gewoon lekker gooien, smijten met die auto. Het is hier hobbelig. Het is hier bochtig. Ik moet af en toe hard remmen, want het gaat ook weer naar beneden. Ik voel het aan mijn oren trouwens ook. Maar het blijft gewoon allemaal zo waanzinnig stabiel. Het is echt fantastisch. Ook gaaf is die knop op het stuurwiel. Kennen we natuurlijk een beetje van Ferrari en ook van de Porsche 918 Spyder. Dan kan je al die normale Sport, Sport Plus en Individual modus uitkiezen. Maar als je een PDK-bak hebt, krijg je nog een extra feature, namelijk een soort push-to-pass. Druk die knop in, bak schakelt terug, alles wordt op scherp gezet. En als je dan kan inhalen, nou, dan heb je de maximale acceleratie. Ja, moet je huilen om het einde van het tijdperk van de atmosferische motoren? Nou ja, nee, zeker niet. Dit is echt weer zoveel beter dan de vorige 911. Het is echt, echt veel beter. Moet je je 991 direct gaan inruilen? Nou ja, namens de Porsche dealers zeg ik, ja natuurlijk, echt meteen zoveel beter. Ook veel zuiniger. 7,7 liter op 100 kilometer volgens de testcyclus. En wij deden 26,9 liter op 100 kilometer. Het ligt denk ik aan mij. Ik zal er eerlijk bij zijn. Het ligt aan mij. En als je absoluut nog een atmosferische 911 wil en hij moet ook nieuw zijn. Er gaan geruchten dat Porsche toch nog met een soort 911 R komt. Met een 4 liter blok uit de GT3 RS. Nou, dan moet je gaan zeuren dat je die wil hebben. Dat je wel een hele dikke portemonnee hebt. We'll be right back.